En toen zei hij natuurlijk, vind jij eigenlijk iemand leuk? En toen zei ik, ja, jou. Wijze woorden. Mooi gezegd, I know. Wow. Hallo jongens en welkom terug bij weer een nieuwe Girl Code. Vandaag ben ik niet alleen, vandaag ben ik met Sabrina. Hi, hi. Girl Code is natuurlijk de serie waarin ik jullie vrouwelijke struggles en vrouwelijke vragen behandel. Maar vandaag doe ik dat dus niet alleen. Nee. Heb je er zin in? Ja, ik ben heel erg benieuwd of ik een beetje advies kan geven. Alvast wel. Doe je dat wel eens op je kanaal? Je wel soms, toch? Soms, ja. Anyways, heb je er zin in? Blijf dan gezellig even kijken. Doe je duimpje omhoog. Check de beschrijving voor het kanaal van Sabrina. En let's go. Oké, ik heb hier de vragen. Trouwens, ik krijg wel eens de vraag van wanneer en waar kan ik mijn vraag stellen. Dat kan altijd op Instagram. Ik plaats altijd een oproepje op mijn Instagram stories. En dat is eigenlijk de enige manier hoe je een vraag kan insturen. En dan is het ook anoniem, toch? Ja, altijd anoniem. Ik vind iemand leuk, maar ik durf het niet aan hem te vragen. Te vragen of diegene je ook leuk vindt waarschijnlijk. Ik denk dat ook wel een hele moeilijke vraag is hoor. Ja. Heb je dat wel eens tegen iemand gezegd of je iemand leuk vond en dat je dat eerlijk hebt gezegd? Waarom is ze zo lachen? Er komt echt iets erboven. Vroeger vond ik echt iedereen leuk. Maar ik heb wel eens een hele goede vriend van mij leuk gevonden. Ja. En ik zat er echt van, ja, we hebben een hele goede vriendschappelijke band. Het was echt ergens op de middelbare school. Mm-hmm. Maar ga ik het eerlijk toegeven dat ik gevoelens heb, want het kan niet wederzijds zijn. Dat komt heel vaak voor dat het niet wederzijds zit. Dus uiteindelijk heb ik hem toen een appje gestuurd met, ik weet niet of je het door hebt gehad of zoiets in die richting, maar ik zie hem meer als een vriend. Ik weet niet exact wat ik zei. En toen zei hij, oh, dat vind ik super lief, maar het was dus niet wederzijds. En dat was wel pijnlijk. En hoe gingen jullie vriendschap toen verder? We gingen nog wel met elkaar om, maar ik merk gewoon dan vanuit mijn kant dat het gewoon heel lastig was. Maar ik zeg gewoon, probeer het gewoon te vertellen. En dan zie je vanzelf wel wat de respons terug is. Want wie weet vindt hij je ook wel leuk. Als precies. Je vraagt, nee, heb je, niet, ja kan je krijgen. Dat als dat je motto is. Precies. Ik heb dat ook wel eens gedaan. Ik heb dat dus via MSN gedaan. Dat is ook een soort van chat, maar dan via de computer. Dat was vroeger. Yeah. Back in the days. En ik was gewoon dom aan het lullen. En toen was het van, ja, vind je eigenlijk iemand leuk? En dan ging hij er antwoord op geven. En toen zei hij natuurlijk, vind jij eigenlijk iemand leuk? En toen zei ik, ja, jou. Ja, ik denk soms moet je gewoon even al je moed bij elkaar schrapen en het gewoon vertellen. Ik snap dat het heel moeilijk is en je kan gekwetst worden. Maar als je het niet zegt of niet vraagt, dan weet je het ook niet. Je kan wel, misschien vindt diegene je hartstikke leuk, maar durft diegene het ook niet te zeggen. Precies. Alleen ik zou wel zeg maar voor zo'n situatie kiezen waarbij je zeker weet dat hij niet met iemand anders is. Ja. Of dat je het niet in een groepje met mensen doet, want dat één op één. Ja, precies. Één op één. Dat is sowieso wel een goede. 20 en nog maagd. Hoe vertel je dat aan je vriend? Ik ben alweer zo'n nuchter persoon die denkt van gewoon doen. Maar ja, niet iedereen. En ik ben zo'n persoon die denkt, waarom zou je dat überhaupt vertellen? Ja, oké. Okay. Maar ik snap het wel. Je wil natuurlijk open en eerlijk zijn tegenover je vriend. Maar ik denk persoonlijk, stel ik zou het heel erg eng vinden om te vertellen van je bent mijn eerste. Ik zou het niet vertellen en het daarna vertellen. Ja. Of misschien helemaal niet vertellen. Het is meer van, hoe wil jij zelf overkomen? Wil je ook eerlijk tegenover jezelf zijn? Ja. Dan kan je misschien overwegen op een hele chille manier voor jezelf te vertellen van, goh, je bent mijn eerste of ik heb het nog nooit eerder gedaan. Precies. Maar ik zou niet zeggen, hey, luister even. Ik zou het niet doen tijdens boodschappen doen. Nee. Trouwens, we hebben paprika's nodig en ik ben maagd. Dat zou ik niet doen. Nee, ik zou wel op een hele passende moment. Dus bijvoorbeeld dat je samen een borreltje aan het drinken bent en dat je zegt, nou ja, weet je, ik moet je nog wat vertellen of ik wil je graag iets vertellen of iets. Maar als ik denk aan mijn eigen situatie, ik had het dus niet verteld. Ik was toen ook een stuk jonger, ik was 17. Dus wij waren bezig en hij zegt, dit is je eerste keer of niet? Maar zo kan het ook gaan. Precies. Het is meer van, wat vind jij het prettigst? Wil je het vooraf verteld hebben? Wil je het niet verteld hebben? Kan je het zeg maar met het geheim rondlopen? Ja. Of denk je, als het er opeens uitkomt, is het oké? Okay? Ja, ik vond het helemaal niet erg dat hij dat wist of zo. Alleen, ik zag mezelf gewoon niet tegen hem zeggen, moet je luisteren? Ik heb het nog nooit gedaan. Nee, ik zag het mezelf niet zeggen. En achteraf denk ik, eigenlijk zou het misschien wat meer stress besparen of zijn verwachtingen omlaag werken, zeg maar. Ik had het wel gezegd toen ik nog nooit seks had
gehad, had ik wel tegen mijn toen huidige vriend gezegd. Ja, dit is mijn eerste keer. Ja. Maar dat is ook niet erg. Nee, hij hield er rekening mee. Ja, en dat vond ik heel erg prettig. Dus het is meer, waar heb jij behoefte aan? Mm-hmm. Heb je behoefte aan dat je vriend er rekening mee houdt? Vertel het van tevoren en anders niet. Precies. Mijn vriend is 1 keer vreemd gegaan. Nu word ik jaloers bij elke meid die tegen hem praat. Ik snap dat je aan vertrouwen gaat twijfelen. Ja. Ja, ik ben dan een persoon die dan als advies wil geven. Wees een open boek. Ja. Vertel waar je mee zit aan je vriend. Dat je het niet oké vindt. Ga praten en dan kom je er misschien wel achter dat er helemaal niks achter zit of zo. Precies. Of juist wel. Ja. Maar als je geen vertrouwen hebt in een relatie. Dat lijkt me zo moeilijk. Ja, ik kan me dat niet voorstellen. Dus nee, ik dus ook niet. Dat lijkt me ook heel moeilijk om vertrouwen soort van nul weer te moeten opbouwen. Mm-hmm. Want je bent inderdaad eerst heel erg wantrouwend. Je kan ervoor kiezen dat je dan een soort van afspraak maakt. Joh, stel je hebt een contact met een vrouw, dan moet je dat soort van melden. Ja. Maar dan wel duidelijk zeggen van, het is niet dat ik jou wil controleren, maar mijn vertrouwen moet weer groeien. Dus als ik weet dat je best wel redelijk wat contact hebt met vrouwen, maar jullie hebben het over wiskunde en weet ik veel, de natuur, dan weet zij ook van, ja, er is niks aan de hand. En dan kan je vertrouwen misschien vanaf daar groeien. Maar ik kan me voorstellen dat het echt een slopende periode zou zijn. Ja, het is heel erg lastig. Het is zo'n lastige situatie. Ik zou zeker niet stiekem gaan controleren, maar altijd ook gewoon uitleggen waarom je soort van zo gedraagt, hoe je je gedraagt. En dat is dan uit wantrouwen. En dan is de taak aan hem om dat vertrouwen weer een beetje te gaan opbouwen. En dat is ook taak van jullie allebei. Maar vooral van zijn kant, want hij is een keer de mist ingegaan. Precies. Dus hij moet zich bewijzen. Dat hebben we bij Temptation Island geleerd. Bewijzen. Heel leerzaam programma. Bang zijn voor een relatie om je vrijheid te verliezen. Hoe kan ik hier wat aan doen? Oh. Wij hebben natuurlijk allebei een best wel een lange relatie. Ja. Jij ook, toch? Inmiddels 2 jaar? Bijna 2 jaar, ja. Ja. Ja, heel veel mensen denken als je eenmaal een relatie hebt dat je niks zelf meer kan doen. Of dat je geclaimd wordt door je partner. Maar dit is weer communiceer. Ik zeg al sinds het begin van mijn relatie, communication is key. Ja, sowieso. Van je moet je eigen ding hebben. Je moet jezelf ook kunnen ontwikkelen. Ja. Je moet als 2 individuen samen kunnen groeien. Mm-hmm. Je moet elkaar kunnen aanvullen en niet dat je afhankelijk van elkaar bent. Ja, tuurlijk. Want als het overgaat, en dat zie je ook soms in Temptation, dan ben je echt een wrak en dan kan je niks meer. Dan denk je van, ja, maar ik heb hem of haar nodig voor iets. Precies. Maar je moet zelf sterk in je schoenen staan. Je vrijheid verliezen. Ik vind het wel heel heftig inderdaad, wat je net zegt. Alsof je geclaimd wordt. En ik denk oprecht dat als je het gevoel krijgt dat je in je relatie geclaimd wordt, dat je aan je relatie zou moeten twijfelen. Want dat is echt niet de bedoeling en het kan echt niet gezond zijn. Want je bent je eigen persoon. Mm-hmm. En wat Alex ook soms zegt van, relatie moet een verrijking zijn en niet een belemmering. Dus dat wijze zo woorden. Mooi gezegd, I know. Wow, Alex. Ik snap dat er in sommige gevallen bijvoorbeeld de man echt de vrouw claimt van, jij mag alleen dingen doen die ik zeg. Ik vind het niet oké als jij bijvoorbeeld met vriendinnen afspreekt. Er zijn mannen die zo ingesteld zijn. Maar dat is niet gezond. Maar dat is inderdaad niet gezond als jij daar niet mee kan leven. Iedereen moet zijn eigen ding kunnen doen. Of het nou een hobby is, precies, of zijn werk of school. Ja. Iedereen moet zijn eigen ding kunnen doen. Dus ik zou zeggen, wees er nooit bang voor dat je je vrijheid gaat verliezen. Want dat is in eerste instantie niet de bedoeling. Nee, het is zeg maar de juiste persoon vinden die erbij past in jouw leven. Ja, en kijk, natuurlijk komt dat stukje van overleggen. Dus stel, ik wil volgende week 5 dagen naar New York. Ik kan wel zeggen, ja, tuurlijk. Maar ik ga nog wel even overleggen. Ik vind het wel menselijk. Dus het is niet zo dat Alex dan gaat zeggen, nee, je mag niet. Maar hij kan wel zeggen, rekening mee houden. Oma, wacht eens even. Mijn oma wordt volgende week 80 jaar. Het zou wel tof zijn als je erbij zou zijn. Dus precies, je gaat overleggen. Het is niet vrijheid ontnemen. Ik vind het heel lastig. Ja, snap je? Nee, maar je hebt wel iemand om mee waarmee je dingen gaat overleggen. Ja, precies. Want ik doe dan altijd met Rit van, ik vertel altijd hoe mijn week is, hoe mijn week eruit ziet. Van wanneer zien we elkaar weer? Net als vandaag. Van, hey, ik ben vandaag bij Christa. En dan zie ik je dan weer. Ja. Dat je rekening met elkaar houdt. Dat precies, je met elkaars agenda's eigenlijk naast elkaar legt. Maar is dat een beroving van vrijheid? Ik zie dat niet zo. Nee, ik ook niet. Hoe ga je ermee om als hij een einde maakt aan de relatie, maar jij nog zo graag verder wil? Oeh, ik ben in zo'n situatie gekomen. Echt? Ja, dat was mijn hart huilt. Een paar jaar geleden. Maar het was opeens over. Hij had het uitgemaakt. Ja, nou,
we hadden het samen uitgemaakt. Maar in mijn gedachten, die dag, die periode, wilde ik hem nog heel graag terug. Want toen had ik wel het gevoel van, ik leefde voor hem, ik wil hem, ik kan niet zonder hem. Tuurlijk, logisch ook wel. Maar ik was er nog niet eigenlijk klaar mee. Ik wilde nog wel alles eraan doen. Ja. Maar een nachtmerrie schat, echt verschrikkelijk was het. Oh, echt een hartbreuk. Ja, maar toen dacht ik, op een gegeven moment had echt tijd nodig hoor. Maar op een gegeven moment dacht ik, weet je, het is zoals het is. Ik kan hem niet meer terugwinnen. Ik kan wel vanuit mijn kant heel veel energie in steken. Maar als ik niks terugkrijg, als hij niet voor mij vecht, waarom zou ik voor hem moeten vechten? Maar dat heeft wel eventjes geduurd voordat ik dat besefmoment had. Ja, snap ik. Dus denk dan eerder het tijd geven. Ja, maar dat is toch altijd... Sorry, ik kom nog niet. Nee, ik blaar altijd door iedereen. Vertel, weet je? Dat is echt comment nummer 1 onder elke video. Chris, laat je mensen uitpraten! Sorry, zo ben ik. Nee, maar je hoort toch mensen heel vaak zeggen... met tijd is de enige manier hoe je erover heen hoe komt. Stom het ook is, maar ik... Ja, het heeft echt heel lang geduurd. Van misschien wel net een jaar. Ja. Maar dan ga je allemaal dingen over dingen bedenken. En dan ga je op jezelf reflecteren. En dan vallen alle puzzelstukjes op zijn plek. Ja, op dat moment ben je zo erg gewend aan iets. En je weet niet beter. Mm-hmm. Maar het is gewoon tijd geven. Hoe stom het ook klinkt. Ja. En dat je misschien op dat moment denkt... Nee, ik heb een magisch middeltje nodig. Ja, dit is het niet. Echt. Tijd is je magische middel. Waar kan je een leuke jongen vinden die echt serieus wil zijn? Nou, op Marktplaats. Ik heb echt het idee, zeg maar, ik zit ook in wat vrouwengroepen op Facebook. En dat is echt zo'n soort onderwerp van, waar vind je een serieuze man? En dat ik denk van, overal eigenlijk. Ja, het is meer van, je moet elkaar tegenkomen. Dat is het meer. Van, ik denk... Als je echt niet weet van of je een match met iemand bent, ga daten. Dan kom je erachter of diegene serieus is of niet. Nou, ja, je kan niet op straat gaan spotten van die is serieus. Nee, dat kan niet. Maar ik denk ook dat het ook wel een beetje te maken heeft of je op dezelfde page in het leven staat. Stel, jij zoekt een serieuze relatie. Wat voor jou een serieuze relatie dan betekent, is dat je minstens 3 keer per week gaat afspreken om Netflix te kijken. Dat kan jouw definitie zijn van een serieuze relatie, omdat je niks anders hebt gehad of zo. En iemand anders zijn definitie van een serieuze relatie kan zijn, jij bent net 2 jaar, wil ik een kind. En dan lijkt het alsof één iemand niet serieus is, terwijl die heel naar iets anders is op zoek, zeg maar. Ja, je moet, en wat ik al eerder zei, van het moet een match zijn. Wat je ook vaak ziet, bijvoorbeeld Harry van Ex on the Beach, ja? even een hele extreme voorbeeld. Ja. Hij is daar constant bezig met vrouwen, maar hij heeft nu een vriendin. En hij zegt dus tegen haar, ik heb me nog nooit zo goed bij iemand gevoeld als bij jou en En aan haar is het dan om het soort van te vertrouwen dat hij dat ook inderdaad meent. Maar dat is waarschijnlijk zijn eerste serieuze relatie die hij dus langer ziet dan 2 weken, snap je? Ja, dus voor dat hem is dat al meteen een serieuze relatie. Terwijl zij kan denken, ja maar hallo, hij hoopt van vrouw naar vrouw, elke dag weer een ander. Hij is echt niet serieus. Terwijl hij eigenlijk wel een soort van, in zijn beleving is hij serieus. En zij kan eraan twijfelen. Dus het is ook, een mindfuck toch? Nee, dan is gewoon de zoektocht naar de persoon die bij jou past. Ja. En dat weet je niet na 1 dag. Maar goed, even om heel erg praktisch erover te hebben. Waar kan je potentieel relatiemateriaal tegenkomen? Sommige mensen die kunnen hun potentiële relatiemateriaal in de club vinden. Tuurlijk. Sommige mensen op het werk. Tinder. Weet je, daar is niks mis mee. Nee. Weet je, heel veel mensen zeggen, ik wil niet mijn vriend in de kroeg tegenkomen, want dat is weer zo'n type van... Eindstand ben jij ook in die kroeg, snap je? Ja, maar als jij nu naar de kroeg gaat... Kijk, ik ben geen uitgaanspersoon, dus ik heb altijd gezegd, ik zie mijn ware niet in de club. Dat klopt, want mijn vriend is ook helemaal geen uitgaanstype meer. Nee, precies. En dan matcht dat. Maar stel, je gaat bijvoorbeeld 2 keer per jaar uit. En je ziet daar een leuk jongen en je denkt... Oh, nee, want hij gaat zo vaak uit. Waarschijnlijk, hij is echt zo'n feesttype. Eindstand gaat hij maar 1 keer per jaar uit. En dan is het toevallig het moment dat jullie elkaar tegenkwamen. Ja, dus je moet... Ja, zeg niet nee tegen zo'n moment, weet je. Je leert eerst een persoon kennen. Ja, en dan weet je het. Anyways, ik denk dat we genoeg advies hebben gegeven vandaag. Ja, ik hoop dat... Heel veel relatie.
jullie er wat aan hebben gehad. Maar het is altijd op basis van eigen ervaringen, kan je natuurlijk vertellen. In ieder geval, ik vond het heel erg gezellig dat je erbij was. Ik vond het ook heel leuk, thanks. Jongens, heel erg bedankt voor het kijken van deze video. Hopelijk heb je er wat aan gehaald. Doe je duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. Check de beschrijving voor het kanaal van Sabrina. En tot de volgende keer. Doei, doei.